belangrijkste verschil tussen waardenopvoeding vanuit christelijk perspectief en recontextualisering in katholieke scholen is eigenlijk de strategie die men toepast om na te gaan waar het christelijk geloof van belang is voor de identiteit van de school. In het eerste geval, in het geval van waardenopvoeding, gaat men eigenlijk ervan uit dat het christelijk geloof ongeveer iedereen bindt. Men gaat uit van een consensusmodel. De christelijke boodschap, de christelijke waarden vormen de consensus. Waarom spreekt men dan over waarden? Wel, omwille van het feit dat door secularisering en ook door de pluralisering van het religieuze in onze samenleving men er niet zomaar meer kan vanuitgaan dat iedereen nog christen is op school of iedereen in dezelfde mate nog vanuit die christelijke boodschap, vanuit dat godsgeloof kan spreken. Vandaar dat men een soort gemene deler zoekt, de lowest common denominator, de laagste gemene deler. En dan komt men uit bij die christelijke waarden. Die zijn dan vrijheid, solidariteit, naaste liefde. Uiteraard is het wel zo dat hoe meer mensen van die christelijke horizon af zijn, hoe verder ze daarvan af zijn, hoe vager die waarden worden, hoe algemener, hoe abstracter ze worden. Zodanig zelf dat na verloop van tijd ze eigenlijk nauwelijks nog iets betekenen, want wie is er in onze Vlaamse context nu tegen vrijheid, solidariteit en naastenliefde? Recontextualisering gaat er dan vanuit dat dat christelijk geloof niet zomaar iets is dat verbindt, maar iets dat ook specifiek maakt. Met andere woorden, eigenlijk is de consensus in een recontextualiserende school dat het christelijk geloof niet zomaar de consensus uitmaakt, maar één stem is, een belangrijke stem, de stem ook van de traditie van de school, die op school moet klinken. Maar opdat ze zou kunnen klinken, moet men ze een eigenstandige plaats geven. Dat betekent niet dat er geen consensus meer is in die school. De consensus in die school is precies dat levensbeschouwing belangrijk is, maar dat we er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat we allemaal dezelfde levensbeschouwing bezitten. En ook dat we er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat die christelijk zou zijn. Dat betekent dus dat deze school ervoor zorgt dat het levensbeschouwelijke als levensbeschouwelijke ter sprake kan komen in de veelheid van de stemmen, in de veelheid van de levensbeschouwingen. En dat de school eigenlijk het kader voorziet, en dan gaat het uiteraard ook over waarden, het kader voorziet waarin die dialoog tussen die levensbeschouwingen kan plaatsgrijpen.